Ik ben Christophe De Lange van architectenbureau De Lange. Wonen en werken doe ik in Sint-Niklaas in de voormalige brouwerij De Dubbelen Arend. Na 100 jaar was het pand volledig verwaarloosd en uitgeleefd. Het opzet was dan ook om de site integraal aan te pakken op een duurzame en energiezuinige manier met respect voor de geschiedenis van de gebouwen en de site. Ons architectenbureau is in de oorspronkelijke brouwerskelder ondergebracht. De open en lichte ruimtes die we hebben gecreëerd zorgen ervoor dat we hier heel graag wonen en werken. Mensen brengen een groot deel van hun tijd door in een keuken. Deze moet daarom open, licht en comfortabel zijn. Voor Eline en Jan hebben we een aanbouw met industrieel materiaal en look ontworpen. De oorsprong hiervan ligt in het industriële verleden van het pand. Vroeger was het hier een autolakfabriek. Naast het nieuwe dak met de zichtbare stalen structuur zijn ook de reeds aanwezige ruwbouwelementen, zoals de authentieke muur, in het zicht gelaten. In dit project kozen we voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Een dampkap die de lucht naar buiten blaast was hierdoor geen optie. Daarom hebben we boven het keukeneiland een dampkap met recirculatie opgehangen. Door het schuine plafond konden we niet gaan voor een ingewerkt model. Deze dampkap is niet opvallend aanwezig en vormt een mooie esthetische aanvulling in de ruimte. Het is functioneel, het dringt zich niet op en de zichtlijnen van de keuken blijven vrij. Wat ik ook fijn vind, is dat we het sfeerlicht van de dampkap kunnen gebruiken om het eiland uit te lichten. Als we kunnen, werken we samen met lokale partners en mede daarom kozen we in dit project voor Novi.